Hi. Hoi. Nou, dankjewel, gast. Hey. Ga lekker zitten. Dank je. Oh. Goed. Ja, lekker. Hoe gaat het vandaag? Alleszins rustig aan, merk rustig ik. Aan? Voordat ik, eigenlijk, het gaat in golven, laat ik eerlijk zijn. Oké. Okay. Want ik zit even, ja, voordat ik thuis wegging, toch even wat kriebels. Ben je zenuwachtig om weer in Nijmegen te spelen? Dat is een goede vraag. Ik denk het wel. Ja, ja, toch, ja? Ja, zeker wel. Ja, het is toch een beetje, ik wil toch graag laten zien of zo wat we de afgelopen maanden hebben gedaan aan het, aan het thuisfront, laat maar zeggen. Dat snap ik, dat snap ik. Wij hebben 3 categorieën vragen bedacht. Oh. We beginnen met de gele categorie. Ja. Dat zijn muziekvragen. Dit jaar hebben jullie 3 EP's gereleased. Op basis van kleuren, kun je daar wat uitleg over geven? Ja, zeker. Rood staat voor het wat agressievere werken, het wat hardere werk. We hebben, dat vinden we altijd heel, hebben we altijd heel leuk gevonden om het heavy te houden. Geel is een beetje freaky, een beetje dansbaar. En blauw is wat gevoeliger, wat mooier, wat melodieuzer, wat poppier. En het nieuws van vandaag is dat de serie Pokémon gaat stoppen met Pikachu. Heb je dat gelezen? Dramatisch. Ja. Wow. Oké, okay, ja, je zou zeggen nooit de gans die de gouden eieren legt. Wow, oké, okay, ja, dat is heel lang. Ja, ik kan me nog herinneren. Ik denk dat ik toen in de brugklas zat of zo, toen dat een beetje opkwam bij ons. Want jullie hebben een liedje ook over Pikachu. Ja, ja, ja. Mag ik straks met jou dat dansje even doen? Als jij dat dansje wil doen, ja, het is niet heel moeilijk, gelukkig. Nee, maar dus ik daarom zou het heel graag even willen doen. Daarom ben ik het wel bereid om, ik wil jou dat wel zien doen, ja. Ja. We hebben ook een aantal vragen in de categorie rood. Ja. Dat gaat echt over Nijmegen. Ja, oh, beter. Hoe was het om in Nijmegen op te groeien? Nou, ik kom uit Nijmegen-Oost. In Nijmegen-Oost is echt niks aan de hand gewoon. Dat is alles... Dus je had eigenlijk ja, het was heel fijn. We hadden ik zat op de buurt en dat was allemaal in de buurt. Mm-hmm. Dat was op 5 minuutjes fietsen van mijn school. En dan, je hoefde maar 1 drukke straat over. Dat was dan altijd weer van de Bergendalse weg. Vriendjes kwamen allemaal uit de buurt. De wijk waren veel dezelfde mensen. Veel jonge gezinnen, veel jonge ouders. Ja, het was gewoon in Nijmegen is echt een toffe plek om op te groeien, denk ik. Met veel ruimte. En, Wat vind je het mooiste aan Nijmegen? Wow. Het mooiste aan Nijmegen is denk ik. Ik weet niet, de historie. Met die oude foto's toen ik daar achter kwam, dat was echt. Dus wat er eigenlijk het mooiste aan Nijmegen is wat er niet meer is. Ja, bam. Duidelijk. Yes. Was het ook een bewuste keuze om de tour nu af te sluiten in Nijmegen? Ja, sinds de eerste plaat. En dat was op 8 januari 2009. In de oude Roosje nog hadden we ook uitverkocht. Dat was niet te geloven. Mm. Sindsdien hebben we eigenlijk altijd geopend, dan wel afgesloten in Door een Roosje. We merkten geloof ik waarom we geswitcht zijn van openen naar afsluiten. Is omdat de eerste show meestal nog niet zo goed gaat als de laatste. Ja. Maar het risico van de laatste is natuurlijk weer dat er een beetje sleet in zit en zo. We zijn nu echt al wel vanaf september zijn we aan het optreden eigenlijk. Maar krijg je dan nog een beetje extra power omdat je nu in Nijmegen staat? Precies. Moraal is hoog, zoals ik al zei. Goed zo. It's not time.
Dan heb ik nog een aantal persoonlijke vragen. Categorie blauw hebben wij dat genoemd. Wat ga je naar de tour doen? Ja, is gelijk de meest ware vraag die er is. Ja. Nee, dat is een hele goede vraag. Eerste en tweede kerstdag familie dingen. Mm-hmm. Het oude lui eten. Ik merkte al dat ik alweer bezig was met, oh ja, wat ik allemaal anders wil gaan doen. Als mens of als muzikant? Nee, gewoon volgend jaar met optreden, weet je. Nou, dus meer inderdaad als muzikant, ja. Mm-hmm. En op persoonlijk vlak, ja, kijk, dat kan altijd beter. Daar ben ik ook heel erg mee bezig. Dus daar is dan ook weer wat ruimte voor. Want ik merk bij mezelf, als dat tour is echt wel allesomvattend of zo. Mm-hmm. Of ik wil het zo graag zo laten zijn, mm-hmm. Dus ik laat het zo zijn. Je komt uit best wel een muzikale familie. Zeker, ja. Wil je daar iets over kwijt? Ja, zeker. Ja. Als ik over mijn broertje kan, ieder excuus dat ik heb om over mijn broertje te praten, grijp ik. En we hebben uit dezelfde bron in die zin getapt. Dus mijn vader was gewoon een zeer indrukwekkende platencollectie. Mm-hmm. Vooral veel jazz. Ja, mijn broertje is ik zeg altijd, de echte muzikant, mm-hmm. van de familie. Die heeft wel echt als kind ook die discipline gehad, mm. en zo om lessen, pianolessen. En hij is nu jazzdrummer geworden, eigenlijk een hele begiftigde. We zijn heel erg, als ik iets nieuws heb gemaakt, stuur ik het hem op. Hij stuurde net nog in de mail, dan had hij een nieuwe mix. Mm-hmm. Ik heb samen met hem een tekst geschreven voor een van zijn nieuwe nummers. Die is hij nu aan het laten mixen. Betrokken wil ik niet zeggen, maar ik voel me heel erg betrokken, mm. daarbij. En ik voel me ook heel erg bevoorrecht dat ik dan de eerste ben, weet je wel. Ja, dat is te gek, weet je. Ja. Dus ik hoop dat dat altijd kan door blijven duren met mijn broertje. Ja, dat is het hoogste. We will be the remedy.